Naar de andere rijbaan staat daar 2 kilometer. Hallo, Theo. Oh. Oude Gelderse rookworst in een dun laagje jus. Hè? Alles goed? Nee. Oh, nee, goed, nou. Dan voor je. Zeg, wat een lekker weertje vandaag, dat is het wel, niet? Ja. Oh, daar is weer een klant. Ik ben benieuwd wie het nu weer is. En wie mag jij dan wel zijn? Ik ben Ad Valk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kom je hier doen? Heb jij soms zin in seks? Beetje. Nou, je bent van harte welkom hoor. Heb je wel een plopkapje bij je? Ja. Als je wilt, kunnen we het ook onveilig doen hoor. Dat link. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Ach ja, wees niet bang, ik heb geen rare ziektes of zo. Ja, dat zal best. Nou, dan niet. Als je me niet gelooft, dan ga je maar weg. Staat 4 kilometer. Ja, dan heb ik nog een bijdrage. Oh. Waarbij het mij opvalt dat die nogal lang is. En ik heb te lang? Ik heb, ja, jammer. Ik heb het niet door kunnen luisteren. Het is Elise. Het is de Vlaamse schone. Nou ja, oké. Die opwachting. Zullen we maar eens luisteren? Nou, dan ik heb geen idee maar. Wat er gaat gebeuren. Zo, Arend Langeberg. Wat leuk dat je met mij een autoritje wilt maken. Wat doe jij voor de kost? Ik ga verkeersinformatie, nieuws lezen, kranten voorlezen, koffie halen. Zo, een echt manusje van alles? Ja. Maar ben je ook ergens heel goed in? Iets waar Theo nog een puntje aan kan zuigen? Seks. Seks? Meen je dat? Seks doet me goed. Dat is ook mijn favoriete hobby. En? Is er nog een plek waar je het zou willen doen? Een pashokje in een groot winkelhuis. Oh, kinky. En in die auto dan? Die achterbank biedt ook wel voldoende ruimte voor een wippie. Daarom rijd ik een DAF. Nou, een DAF is toch niet de meest romantische plek, ouwe viespeuk? Ja, Zeg, volgens mij ben jij redelijk opgewonden, of niet? Wat ben je daar aan het doen? Ik ruk me nu af. Dat meen je toch niet? Ik vind het fijn dat het een beetje opvindt. En, hoe zit het met mij dan? Ga je mij ook nog eens verwennen? Ik doe alles wat je wil. Ja, dat zeggen alle mannen natuurlijk. Weet je wat? Ik ga wel naar Theo. Mooi kut, ja. Die heeft mij vast wel wat meer te bieden. Nou, Doe Arend, ouwe roofvogel. Van 7 kilometer stil. Ja, dat geluid op de achtergrond, dat was Jori. Ja, die doet even subtiel de deur in de ogen. Jori, de deur dicht. Er hangt zo'n rode lamp. Echt. Ja, maar ik wou er zo graag bij zijn als Hans zijn vrienden weer op de radio komen. Nou, het is zelfs zo, en dat zal je deugd doen, Theo, dat jij toch ook niet alleen de mannelijke homoseksuele medemens aanspreekt, maar ook het... Ja, nee, er zijn nu ook eindelijk vrouwen. Het vrouwelijk schoon kan jou ook wel degelijk in persoon bekoren, hoor. De dame trouwens die je gaat horen, dat is een Belgische. Elise is haar naam. Elise. Okay, ja. Heb je de adres genoteerd? Nee, ik moet eerst even erachter komen wat voor baan ze heeft, want dat weet ik nog niet helemaal. Zeg Theo, dus jij vindt het wel leuk, hè? Een vrouw die jou aandacht geeft. Ja! Nou, laat mevrouw Van Zwet hier maar niet achterkomen. Ik weet dat jij tot 11 uur nog dienst hebt. Ik wil jou best wel even tevreden stellen als je je eenzaam voelt. En, maak je geen zorgen, ik heb ook zakdoekjes bij me. En een lijst met tarieven. Kies maar wat je wilt, het begint vanaf 25 euro. Ik betaal er gewoon belasting over en je kunt ook een bonnetje krijgen. Gewoon inleveren bij Arend, oké? Ja, ik laat het bij Arend!